Namaste. We gaan vandaag een yogasessie doen waarin we ons aansluiten op de groei en de bloei van de natuur op dit moment. Want de natuur is volop in ontwikkeling en volop in verandering. En de natuur legt natuurlijk verbinding via metaforen met onze eigen ontwikkeling. Van waar gedij jij het beste? Is dat in de zonzijde? Is het in de schaduwzijde? Waar voed je je mee? En alle veranderingen die met de natuur gepaard gaan, zijn natuurlijk ook een thema in ons leven. En ons leven gaat over verandering. En hoe ga je met veranderingen om? Een verandering is iets wat van binnenuit, als het ware, begint. Er begint iets te pruttelen in je. Maar wat ga je dan doen? Ga je gelijk bergen verzetten? Of ga je anders tegen de bergen aankijken? Weet dat iedere verandering waarmee je in je leven te maken hebt, in principe komt vanuit je hart. En als je die volgt, dan neem je altijd de juiste beslissing. Dus ik zou zeggen, ja, we zitten op je mat, gaan we lekker beginnen. Ga zitten in kleermakerszit of je benen breng je naar voren toe en waar jij je prettig bij voelt. En dan mag je rustig je polsen op je knieën leggen en de handpalmen nu gewoon geopend. Je neemt een hele open houding in. Je kin wat intrekken en sluit een moment je ogen. Verbind jezelf met de natuur en de periode van het jaar waarin we nu ons bevinden. Al die bloemen en al het groen en alles wat zich in de natuur ontwikkelt. En voel heel goed het contact dat je maakt met de mat, met de bodem. En van daaruit ben je ook verbonden met de aarde. Adem een keer diep in. En vul je hele buik met zuurstof, met prana, met levensenergie. En uitademend laat je al je zwaarte, al je weerstanden en al je onzekerheden en angsten los. Plaats dan je handen voor je hartgebied in een namaste houding. En connect jezelf met je hart. En daar waar je nu in deze fase van je leven je in bevindt. En welke veranderingen er misschien zich bij je aandienen. Heb de intentie om de veranderingen die er aan gaan komen, als het ware helemaal te omarmen. En klink de verandering in jou, want het hele leven is één grote verandering met één keer de oom. Adem heel diep in. Oké, open dan je ogen. Dan mag je vingers in elkaar strengelen. Op de volgende inademing neem de armen via de voorkant omhoog. En laat de toppen van de pinken tegen elkaar aanrusten. Voel dat je jezelf helemaal verleent. En als het ware doe je met je stuit de aarde in. En de palmen gaan omhoog. Dus je maakt jezelf zo lang mogelijk. Adem diep in naar je buik. Rustig op een uitademing. Laat jezelf nog dieper in je bodem zakken. Dan strek je je armen omhoog. Adem in, rij omhoog. En uitademend breng je rechterhand naar je linkerknie. Zet je linkerhand achter je zitvlak. En kijk over je linkerschouder heen. Voel die torsie. En voel hoe je bovenlijf uitgedraaid is ten opzichte van je onderlijf. Hou je rug zo recht mogelijk. Je kin is laag en je kijkt over je linkerschouder heen. Adem weer rustig in. Breng de armen omhoog. Maak jezelf lang. En uitademend je linkerknie of je linkerhand naar je rechterknie. En je rechterhand achter je zitvlak. Kijk over je rechterschouder heen naar achter. Adem in. Kom weer helemaal omhoog. Maak je armen zo lang mogelijk. Strek je vingers helemaal door.
Uitademend vanuit die onderrug draaien. Rechterhand op de linkerknie. Linkerhand achter je zitvlak. En draai uit. Adem een aantal keer heel bewust door. En voel hoe de adem je linkerborstkas vult. Je hartgebied. Maar ook je buik. En je blijft ook naar je bodem ademen. Ontspan je liezen. Ontspan je heupen. En geef echt het gewicht van je lichaam af aan de aarde. Voel hoe je wervelkolom recht is van je stuit naar je kruin. Inademend, kom rustig weer omhoog, arm via de zijkant. Maak je zo lang mogelijk, strek helemaal door. En uitademend, je linkerhand naar je rechterknie, rechterhand achter je zitvlak. Draai uit en kijk over je rechterschouder naar achteren. Rustig en regelmatig in- en uitademen. En maak de uitademing en de inademing even lang, zodat ook het zenuwstelsel zich kalmeert. Masseer je innerlijke organen met de ademhaling. Voel hoe de ribben op een inademing uit elkaar worden geduwd. Uitademend weer wat terugzakken. En iedere uitademing geeft je het vermogen om hier meer te landen. In je eigen plek, in je eigen lichaam. Inslaag, kijk nog een stukje over je rechterschouder heen en recht je rug. Ga met een rechte rug door het leven. En inademend, kom via de zijkant weer omhoog. Maak je lang. En uitademend, mag je rustig voorover gaan. En als het lukt, kom je op je handen. En op je knieën. En anders doe je het op je eigen wijze. Plaats je handen onder je schouders. Dus je polsen onder je schouders. En je knieën onder je heupen. De grote tenen raken elkaar. En vanuit deze positie plaats je rechter elleboog onder je rechterschouder. En je linker elleboog onder je linkerschouders. Vingers zijn bij elkaar en helemaal doorgestrekt. Adem heel diep in naar je buik toe. Voel dat je buik helemaal naar voren komt. En uitademend maak je een ronde rug. Je kin naar je borstgebied, een kathouding. Ja. Inademend kom je naar een koehouding. Hoofd is op, rug laat je inzakken. Kijk omhoog. Uitademend, ga door naar de kathouding, kin naar je borstgebied brengen. Inademend, hoofd op, borst ook helemaal optillen. Voel de strekking tot in je buikspieren. Uitademend, rustig je rug helemaal vol maken, kin naar het borstgebied. Doe nog één keer, adem diep in. En nog een keer diep uitademen, ronde rug. En ontspannen rustig weer je rug. En strek op een inademing je linkerbeen van je af. Tenen zijn gekruld. Let op dat je nek en je ruggenwervels in één lijn staan. En op een inademing til je je linkerbeen gestrekt op. Doe je hak van je af. En je gaat op een inademing en een uitademing, kapalabhati, door je neus in en uit. Ga je het been liften. Dus in, deze, omhoog en uit, iets omlaag. En dat doen we in een wat sneller tempo.
Oké, houd been weer stil. Buig rustig de knie. En je knie zo hoog mogelijk optillen. Je hoofd ook. En strek je tenen van je af. Dan ben je in een schorpioenhouding. En zie als het ware maar die punt van je voeten. Als de, hoe heet het, de angel van de schorpioen. Die gemene steken uit kunt delen. En voel die hele houding in je. Maakt de schorpioen in je wakker. Weet dat de schorpioen altijd rechtvaardig is. Hè? De schorpioen steekt alleen maar als daar een reden toe is. Dus lift je knie, goed voor je nieren, je bijnieren. Hoofd is op. Adem diep in. Lift ook vanuit je schouders verder omhoog. Voel die hele schorpioen in je. Voel je houding. En uitademend je linkerknie naar voren schuiven. Rechterbeen naar achter. Strek je armen naar voren, voorhoofd op de grond. Adem door. Je romp ligt over het dubbelgevouwen been. En ontspan. Adem er helemaal in. Stel je voor dat wanneer je inademt, je helemaal door dat dubbelgevouwen been kunt inademen. En uitademend ontspan zich. Rechterbeen van je afgestrekt, armen van je afgestrekt, voorhoofd op de grond. Voel hoe iedere inademing je ruimte geeft onder in je romp, in je liezen, in je heupen, in je bekken. En langzaam kom je inademend weer terug op je ellebogen. En dan laat je jezelf op je rechterheup wat zakken. Rechterhand gaat naar voren toe. Rechter elleboog onder je rechter schouder brengen. En dan kijk je of je jezelf wat uit kunt draaien. Plaats je linkerhand wat achter je. En je linker schouder ook wat naar achteren duwen. Kijk over je linker schouder heen. En adem heel ruim en diep in je buik, in en uit. En rustig uitademend weer terugkomen. Kom op je knieën en op je ellebogen. Je ellebogen onder je schouders. Vingers wijzen naar voren. Grote teen, die gaat ook naar elkaar toe. En op een inademing, kom in de koe. Hoofd op, rug zak dat in. Uitademend, door naar de kathouding, kin naar je borstgebied brengen. Inademend, hoofd op. Uitademend, kathouding. Inademend, koehouding. Uitademend, kathouding. Nog één keer, adem in. Hoofd op. Uitademend, kathouding. En ontspan je nog. Inademend, strek je rechterbeen naar achter, zet de tenen gekruld neer.
Op de volgende inademing til je benen gestrekt wat op. En ga heel rustig de kap en de blotti doen en je benen steeds weer heffen. Op de inademing en terug laten zakken op de uitademing. Je ademt in versneld tempo door je neus in en uit. Oké, dan maak je een schorpioen. Dus je tilt je rechterknie op, het been is gebogen. Maak een angel. Hoofd is op. Voel dat je lift vanuit je schouders. En voel die schorpioen in je. Strek je voet goed van je af. Tenen ook helemaal doorstrekken. Adem naar je nieren toe, je bijnieren. En rustig inademen. Je rechterbeen naar voren brengen. Je linkerbeen naar achter. Armen ook helemaal voor strekken. Over de opgebouwde been heen rollen. Voorhoofd op de grond. En adem door in dat been. Schep ruimte op alle plekken die dat zo nodig hebben. Gebruik je ademhaling als ware het je eigen medicijn. Alle spanningen laat je los, laat jezelf smelten. En langzaam laat jezelf op je linkerheup rollen. Je linker elleboog is onder je linker schouder. Linkerhand plat op de grond. En heel rustig je rechterhand achter je neerzetten. Rechter schouder naar achter draaien. En voel die prachtige torsie. Hou zoveel mogelijk je rechterknie op de grond. Het is echt een draaiing vanuit het bovenlijf. Adem door. Lift jezelf zoveel mogelijk ook vanuit je linker elleboog. Alles is actief. Je borst wordt ook trokken, linkerbeen strekken. En uitademend, langzaam weer terugkomen. Kom op je handen en op je knieën. Knieën onder je heupen, polsen onder je schouders. Zet je benen gekruld, tenen gekruld neer. Gewicht iets naar achteren brengen. Je armen zijn als stokjes. Laat je hoofd zakken. Inademen, strek je benen. Kom in een omgekeerde rondhouding. Je duwt je gewicht zoveel mogelijk naar achteren toe. En ga maar een beetje zo je hakken om en om optillen. Alsof je aan de wandel gaat. Deze houding die brengt de verloren energie terug, harmoniseert de hersenhelften. En terwijl je zo lekker aan de wandel bent, voel het strekken en het buigen van je knieën. Ga met je aandacht naar je stuit toe, voel hoe je stuit naar de hemel richt.
Oké, strek je beide benen. Goed je hakken naar de mat toe brengen. Kijk of je het plekje tussen je schouderbladen kunt laten smelten. Hoofd en nek volledig loslaten. Armen goed doorstrekken. Inademend je rechterbeen omhoog brengen. En uitademend zet je rechtervoet tussen je handen. Je knie is gebogen. Je linkerhak zet je ook op de grond. Voel dat je rechterhak en je linkerhak in één lijn komen te staan. Plaats je rechter elleboog op je rechterknie. Je linkerhand zet je op je onderrug tegen je stuit aan. Adem heel diep in. En uitademend draai uit naar links toe. Kijk over je linker schouder naar achter. Ademhaling is in je buik. Voel de balans. Je linkerbeen is gestrekt. Doe je voeten goed in de mat. En alle reacties van het lichaam zijn welkom. Hè? Soms kun je voelen dat je been ineens gaat trillen. Laat het helemaal toe. Het is allemaal het ontladen van de spanningen die er zijn. Voel de warmte van je linkerhand tegen je stuit. En rustig strek je je rechterbeen en laat je rechterhand richting je rechter enkel. Of als je niet ver kan komen, is je knie ook prima. Of je bovenbeen. Respecteer je eigen grenzen. Voel hoe ver je kunt gaan. En langzaam vouw jezelf uit in een driehoekshouding. Kijk mee met je linkerhand. En adem door. Voel de strekking in de binnenkant van je rechterbeen. Binnenuit duw je rechterschouder wat naar voren. Stel je voor dat je met je vingertoppen het licht van de zon kunt opnemen. Alsof je op iedere inademing door je linkerhand, door je linkerarm en linkerschouder zonnelicht kunt inademen. Voel wat er ook steeds in de asana verandert, hè? Langzaam buig je weer je rechterknie. Kom je rustig omhoog. Armen zijn helemaal gespreid. En uitademend je linkerhand tegen de zijkant van je linkerbeen leggen. En strek je rechterarm over je hoofd heen. En kijk mee met je rechterhand. Voel de hele strekking. Maar blijf goed door je rechterknie gebogen. En inademend, spreid je armen, kom terug in het midden. En uitademend, laat rustig je armen zakken, sluit een moment je ogen. En geef reacties de kans om doorvoeld te worden. En voel maar de rechterkant van je lichaam in vergelijking tot de linkerkant. Wat er is aangeraakt, veranderd is. Mag je linkervoet wat uitdraaien naar links toe. Let erop dat weer je hakken op dezelfde lijn zijn. Buig nu je linkerknie. Leg je linker elleboog op je linkerknie. Rechterhand plaats je
op je stuit. Oké, adem diep in naar je buik. En uitademend draai uit naar rechts toe. Kijk over je rechterschouder naar achter. Hou je rechtervoet stevig aan de grond. Doseer de adem. Voel je van binnenuit je rechterschouder nog wat naar achter kunt draaien. En je linkerschouder juist iets naar voren kunt duwen. En langzaam strek je je linkerbeen. Mag je je linkerhand of op je knie of op je bovenbeen of helemaal op je enkel leggen. En strek je rechterarm ook mee omhoog. En draai jezelf uit in een driehoekshouding. Kijk mee met je rechterhand. Hou je aandacht op je rechterhand en op de vingertoppen. Trek op een diepe inademing de energie vanuit de zon je lichaam in. Ontspan de binnenkant van je linkerbeen. Je linkerlies, je heupen. Uitademend buig weer je linkerknie. Inademend kom je rustig weer omhoog. En uitademend rechterhand tegen de zijkant van je rechterbeen. En je linkerarm over je heen strekken. Blijf goed gebogen door je linkerknie. En kijk mee omhoog. Voel die strekking. Voel die rekking vanuit je linkerheup tot in de toppen van je vingers. En let erop dat je linkerknie zich boven je linkerhak bevindt. Inademen, spreid je arm op schouderhoogte, voel je houding en uitademen, ontspan je armen, je schouders. Voel rustig even na, blijf in spreidstand. De aandacht verplaatst zich nu naar de linkerkant van je lichaam. En waarschijnlijk kan je zeker warmte voelen bij je linkerhand, je pols. Voel rustig na, ontvang alle reacties die er zijn. Buig dan vanuit je onderrug, buig je voorover. Je mag je handen zo in je liezen zetten. En voel dat je een hoek van ongeveer 90 graden maakt. Blijf erop zitten. En nu mag je je kin een klein beetje intrekken, zodat je ook echt voelt dat je ruggenwervels en je nekwervels in één lijn komen te staan. Adem naar je bodem toe, adem naar je onderrug toe.
Uitademen. Zak verder omlaag. Ook je armen laten zakken. Hoofd voorover laten zakken. En gewoon zonder enige inspanning uithangen. Je armen storten zich vanuit je schouders omlaag. Ontspant je hoofd. Je nek. De spieren aan de binnenkant van je benen, je onderrug. Uitademend zakken door je knieën en ga een heel klein beetje schommelen. Door dan weer je rechterknie, dan weer je linkerknie te buigen. Gewoon lekker ontspannend. Je hoeft niets te forceren. Maar voel dat openen in je liezen. En voel dat openen in de binnenkant van je benen. Je mag ook je handen voor je op de grond zetten. En kijk maar even wat voor jou prettig is. Of als je thuis bent en je hebt een blok. Kan je je handen ook altijd op een blok leggen. En zoek naar de mogelijkheden die er in jouw lichaam op dit moment zijn. Ga uit van de mogelijkheden. Niet van de beperkingen. Blijf even laag in die hurk zit. Ja. En langzaam strek je weer de benen. Mag je je vingers in elkaar schemmelen om je linkerbeen, om buig in je linkerbeen. Ga omlaag, hoofd laat je ook voorover zakken. En adem rustig door in deze houding. Ontspan je nek, voel hoe je linkerbovenbeen, als het ware het hele gewicht van je romp opvangt. Adem in je buik, diep in en uit. Langzaam kom je terug naar binnen. Strek je linkerbeen. Buig je rechter en strengel je vingers om je rechterbeen heen. Naar het rond. Over je rechterbeen hangen, je hoofd ook. Adem weer heel diep in en uit. Langzaam aan, laat je benen los, strik beide benen. Tenen gaan een stukje naar elkaar toe. Hakken gaan ook nog een stukje naar elkaar toe. En nog één keer je tenen naar elkaar toe en je hakken naar elkaar toe. Zodat je een kleine hurk zit hebt. En blijf even in deze hurk zit. Ook hiervoor geldt, je mag je handen op de grond zetten. En schommel wat in die hurk. Het is voor zoveel culturen een meest primaire houding. Hè? Was te bidden. Eten koken, schoonmaken, het gaat allemaal in hurk zitten in het grootste deel van onze wereld. En het is een goede houding, want het houdt die basis, dat Muladhara chakra, houdt het open voor de stroming. Ja. Oké, heel goed. En dan mag je landen op je billen. Ga zitten op je billen, met je benen gestrekt voor je. Mag je rechter enkel over je linker enkel doen. Adem rustig in, armen omhoog. Dus de knieën zijn op elkaar. En uitademend vanuit je onderrug buig je voorover. De handen blijven tegen elkaar aan. Precies tussen die voeten. En kijk of je je neus op je knie kan leggen. Adem rustig door. Aandacht is in je linkerbeen. En voel dat je linkerbeen en nu extra tegen de bodem wordt aangeduwd.
Adem je linkerkuit zacht, de holte van je knie, de achterkant van je bovenbeen. Inademend, kom weer omhoog. Maak jezelf zo lang mogelijk. En rustig wissel. Mag je linker enkel over je rechterknie brengen. En uitademend ook weer. Je handen tussen je voeten. Neus naar je knieën. En diep in en uitademen. Inademend, kom weer omhoog. Maak jezelf zo lang mogelijk strek. Helemaal door. Uitademend, benen weer naast elkaar. En buik voorover, zo ver dat je kunt. Kijk maar of je handen op de grond kunt zetten. Mag ook op je benen. En het maakt niet uit hoe ver je kunt gaan. Je hoeft echt niet je neus op je knieën te leggen. Maar het gaat erom dat je de aandacht brengt naar de plekken die gevoelig en pijnlijk zijn. He, al die stress dat in ons lichaam is vast gaan zitten, gaan we nu loslaten in deze Paschimottanasana. Dus je ademt rustig en regelmatig weer in en uit. En iedere uitademing gebruik je om je spieren te laten smelten. Je kuitspieren smelten, de holtes van je knieën, de achterkant van je bovenbenen, maar ook je heupen, je onderrug. Voel wat er allemaal aan spanning zit en wat je allemaal kunt loslaten. Neem je tijd. We ademen even in met tellen. Adem door je neus in en uit. Je ademt 5 tellen in en 5 tellen uit. Dus door je neus in en uit. En ik zal tellen. We beginnen met een inademing. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En zo ga je even door. En steeds als je uitademt op 5 tellen, laat je nog meer spanning uit je lichaam los.
Dan de uitademing, laat de ademhaling weer als vanzelf los. En heel rustig vanuit je bodem ga je wervel voor wervel je rug op elkaar stapelen. Hou je ogen gesloten en voel heel goed wat er gebeurt. Als je helemaal rechtop zit, voel je je hoofd weer recht op je romp komen. En volg dan alle processen die er zijn. Het tintelen, het stromen, de warmte in je bodem. De energie die vrijgekomen is en naar je voeten stroomt. Wees nieuwsgierig en volg alles wat er in jou zich meldt, wat er aangeraakt is. En dan zet je je handen achter je. Mag je knieën wat optrekken, je voeten van de grond brengen. En heel wat naar achteren, totdat je echt voelt dat je je stuitje of je onderste ruggenwervel op de grond hebt. Dus je zitbeenderen zijn van de grond af, maar echt het onderste deel van je wervelklomp, daar steun je op. En dan ga je heel ontspannen een beetje heen en weer schommelen over dat onderste deel van je wervelklomp, dus niet over je zitbeenderen. Echt over het alleronderste deel van je rug, je Muladhara chakra. Je ademt er naartoe en je voelt zo hoe het zich ontspant, hoe het door het wrijvingsvlak warmer wordt. Het gebied van waaruit je je veilig voelt, je fundament hebt. De verbinding die je maakt met de aarde. En via dat plekje kan je kijken of je zo langzaam een beetje nog naar voren kunt lopen. Kijk maar of het lukt. Terwijl je zo in deze beweging blijft. Als het niet lukt, blijf je gewoon op dezelfde plek hoor. Zo prima. En kijk eens of je via dat plekje ook weer wat naar achter kunt gaan. Je voelt hoe het warm wordt, hoe het langzaam begint te gloeien, te tintelen. Oké, dan mag je voeten weer op de grond zetten. Ga je naar het begin van de mat toe. Leg je handen in je knieholte, maak jezelf zo rond mogelijk. En als het lukt, rol je over je rug heen van onder naar boven. En voel hoe je over al die doornuitsteekseltjes gaat. Al die wervels. En lukt het niet om je bekken van de grond af te brengen, dan ga je gewoon lekker op je rug liggen. Trek je knieën op boven de buik. En ga je cirkeltjes draaien met je knieën. De volgende uitademing ga je in een omgekeerde houding, in dit geval ploeghouding. Bekken is van de grond en plaats je handen zo tegen je rug aan. Support je rug, zet je tenen gekruld neer. En neem de tijd om in deze houding te smelten. Het is goed voor de schildklier. Het is goed voor de spijsvertering. Je neemt je tijd om dieper en dieper in de houding te zakken.
Inademen, til je rechterbeen wat op, hand gestrekt. Uitademen, breng wat rustig weer wat terug. Inademen, til je linkerbeen op, hand gestrekt. Uitademend, rustig weer naar achteren laten zakken. Mag ik je vingers achter je rug in elkaar strengen, armen strekken, handen naar de grond brengen. Let op dat je in deze houding je nek niet meer draait. Uitademend, buig je knieën. Met je handen support je je rug. Langzaam neus en knieën bij elkaar brengen. Rustig afrollen. Je rug support je rug. Laat je bekken eerst landen op de grond en dan rol je je wervelkolom af. Leg je hoofd op de grond. Sla nog even je vingers om je been heen. En geef reacties, de kans om door te werken. Als je in deze houding bent geweest, dan zal je waarschijnlijk voelen dat je nek en je schouders helemaal beginnen te gloeien. Plaats je handen op je bal, op je knieën en rustig wat masseren. Ja, je schommelt wat van links naar rechts. Je kunt je hoofd wat meenemen. Oké, kom je weer terug in het midden. Schengel je vingers om je rechterknie heen. Je linkerbeen op de grond leggen. Laat heel rustig je rechterknie richting je romp komen. En adem door in je rechterheupgewricht, je lies, je rechterbeel. Voel het volume van de adem daar. Iedere inademing komt er meer ruimte in je rechterbeel, in je rechterheup. Iedere uitademing trek je je rechterknie nog wat dichter naar je lichaam toe. Rustig pak je met je linkerhand je rechter enkelbeet en laat je knie wat naar buiten gaan. De rechterhand leg je ook naast je linker en trek nu je enkel wat naar je toe. Ontspan je schouders, ontspan je nek. Kijk of je je rechterhak richting je linkerlies kunt brengen. Voel je mooi de strekking aan de achterkant van je rechter bovenbeen. En uitademend zet je rechtervoet op de grond. Laat het been van je afglijden en ontspan. Voel maar even na.
En voel alles wat weer verandert. De warmte in je rechterbeen en voet. En inademend mag je linkerknie optrekken. Strengel je vingers om je linkerbeen heen. En uitademend laat je linkerknie zoveel mogelijk richting je romp komen. En voel je buik op iedere inademing tegen je bovenbeen aanbotst. Pak nu met je rechterhand je linker enkel. Leg je linkerhand op naast je rechterhand. Trek hem rustig wat naar je toe. En je rechterhak wat meer, of je linkerhak wat meer richting je rechterlies. Adem laag in je buik. Uitademend, laat je linkervoet landen op de grond. Linkerbeen van je af laten strekken. Laat de voeten wat naar buiten zakken. En je armen langs je lichaam met je palmen naar boven toe. Sluit je ogen. En geef reacties nog de kans om door te werken. Reis je nog even kort door het lichaam heen. Wil je vragen om heel bewust je voeten los te laten, je hakken, ontspan je kuiten en de holtes van je knieën, de achterkant van je bovenbenen. En op een uitademing laat je het gewicht van je benen en je voeten zwaar in de mand wegzinken. Neem nog eens een diepe ademhaling. Naar je buik toe, naar je bekkenbodem, naar je onderrug toe. En op een uitademing laat je alle spanningen weer helemaal los. Laat het maar in de aarde wegstromen. En op de volgende uitademing ontspan je rug en je schouderbladen. Ontspan je armen, je handen, je nek en je hoofd. Geef je over aan het gevoel van gedragen worden door de aarde. En voel hoe iedere inademing als een soort golf in je opkomt. Stromend vanuit je neus, door je mond, door je benen naar je voeten toe. En uitademend vanuit je tenen weer terug omhoog en door je neus naar buiten. Je gedijt op je adem, op de golven van het leven. En op alle veranderingen die komen en gaan, die belangrijk zijn voor jouw ontwikkeling en groei. Heb vertrouwen dat je daarin kunt ontspannen en je kunt overgeven aan datgene wat je innerlijke kompas je aangeeft, je de weg wijst.
Dan adem je nog een keer heel diep in. En zucht alles los. Doe het nog een paar keer. Ruim en diep inademen en uitademen. Alles loszuchten, van je afzuchten. Dus even lekker in je handen wrijven. Je handen op je ogen leggen. Ontspan je oogleden. En dan rek je het nog even lekker uit. Even zuchten, gapen, gillen. Maak alle bewegingen die je nodig hebt. Om je lichaam te voelen, iedere cel en iedere vezel. Dan kom je langzaam weer tot zit. Dan wens ik je een leven vol lichte gedachten, lichte woorden. Een hart dat heelt en een licht leven. En wees dankbaar dat je jezelf deze sessie hebt gegeven. Namaste.